Hey yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag ben ik hier met jullie terug voor meer Crysis 3 Road to Commander. En in de vorige episode zijn we level 12 geworden en hebben we Rapid Fire unlocked. En nou ja, vandaag gaan wij weer met, wacht even player profile bekijken. Nou, als skill attachments, wat? Power models, Rapid Fire. Oh ja, dat was nieuw hè. Even kijken, maar goed, we hadden zo'n nieuw ding geunlocked ofzo. En dat hadden we nog niet, we hebben dit allemaal nou in ieder geval. Nou, in ieder geval, dat zal allemaal wel. Maar goed, we hebben gisteren met dit wapen gespeeld. Of in ieder geval de laatste aflevering. En wel, ik zit eraan te denken om weer met dit wapen te gaan, want ik vond hem wel fijn. En we gaan gewoon eens kijken wat het gaat worden, niet waar mensen. Even kijken, goed, Team Deathmatch, Hydro Dam. Nee, ik wil gewoon Standard Match. Ik wil Standard, Standard. Kijk, here we go, join. Oké, maar goed, we gaan eens even kijken wat het gaat worden vandaag. Even kijken. Kijk, we beginnen. Oké, dat is altijd leuk. Financial District. Oké. Multiplayer over clan. One rule, no rules. Admins. Speel ik tegen de clan? Wat? Scripture. Speel ik tegen de clan? What the fuck was dat nou dan? Wow, volgens mij, ja, ik speel hier tegen OP Pro's. Oké, maar dit gaat leuk worden. Let's go, Pro's. Oké, wel, we gaan tegen Pro's hier. Wat is dat nou? Oh, ik word tegen S-reept hier. Bazooka's en boogjes en all the good shit. Boom, oh my god. Oké, goed. Respawn op een goed punt, please. Ik ga mijn afstand bewaren. Kijk. Ik ga assisteren, assisteren. Is die nou? Ik heb hem! Ik heb weer een kill, dubbel kill. Kijk, zo doen we dat hier. Gewoon helemaal bam. Ik weet dat jij hier ergens zit, gastje. Ik fucking weet het. Kijk, assists. Dat willen we ook hebben. Oké, die redt zich wel waarschijnlijk. Oh my god, ik ben gebogen gesniped vanuit de lucht. Dat is niet leuk. Wat is dat nou weer voor iets on een lijk? Kijk, ja, oké, dat moet ik wel toegeven. Dat is gewoon pro. Maar in ieder geval, we gaan goed, 2 om 2. Volgens mij, 2 om 3, oké. Nou, in ieder geval, dat is best redelijk voor mijn doen dan, tenminste. Misschien ligt het aan het wapen, misschien ligt het aan dat ik beter ben geworden in de Crysis 3. Wie zal het weten? Dan gaan we naar mijn spot hierboven. Oké, dan. En dan gaan we hier wel langs. Want nou ja, dit is gewoon een pro-spot hier. En dan gaan we hier zo. En dan gaan we even kijken wat nou hier zit, een kereltje. Oh, what the fuck. Had hij een shotgun? Als een shot. Ja, shotgun. Ja, daar kan ik niks tegen doen. Een shotgun, dat is net zo'n Call of Duty. Daar ben je gewoon fucked. What the fuck was dat voor laggy iets? Ik begin wel aan te twijfelen of het vond ik misschien hacked. Want nou ja. Er zijn in Call of Duty hacks en er zijn in Crysis 3 hacks. Lijkt wel logisch. Even kijken. Clothing each. Oh my god. Holy shit. Wat? Was het die kerel? Weer hij met die boog. Godsamme jij, de game op ik. Kijk, hier in mijn reet. Ik word in mijn reet gesniped. Oh, doet pijn. Ik word hier gebotsext. Oh my goodness. Ja, weer hij. Hij heeft mij al 500 keer gekild, volgens mij. Hij heeft een vendetta tegen mij. Nee. No, geen vendettas. Holy. Moly. Ik wou. Nou ja, laat ik maar. Holy moly, laat het allemaal ophouden. Even kijken. Goed. Wel, dit gaat erg bergafwaarts, hoor. We moeten even wat gaan ondernemen. Holy kut. Jezus, hé. Ik ga echt een andere match joinen zometeen. Zo'n 1 minute remaining, dus hij gaat toch dood. En we gaan zo meteen toch een andere match joinen, dus fucking shit ook altijd. Even kijken. Ja. Ik ben niet meer gesniped. Niet gesniped. Ik wil niet gesniped. Ja, hij komt hierheen, ik weet het. Hij komt. De lieve goede Sint. La 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 la. Nee. Oké, nou word ik in ieder geval gedeeltelijk veilig voor die kutboogjes.
Nee, 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 nee. Oh, jij emu. Ik haat jou. Jij weer. Of is dat gewoon de camel van hun of zo? Wie zal het zeggen? Misschien jullie een beetje verstand hebben van Crysis 3. Kerel, trek terug. Kom je al helpen? Ik raak hem wel, maar ja, het potje is al voorbij. Het potje is al overbij. Ik wou zeggen, het potje is al over en het is al voorbij. Maar het potje is overbij. Nieuw woord. Oké, nice. Draw. Wel, dat is interessant. Ja, niet verloren, hè? Van de positieve kant bekijken. Ik sta onderaan, dat is minder positief. Nou, twee kills. Twee kills is twee kills, hè? En nou, het was wel grappig eigenlijk. Kijk, hier zie je mijn kills. Kijk, nou, dat was best wel redelijk. Misschien lijkt het ook gewoon een beetje, hoor. Misschien kan het daar liggen. Kijk, jongen, hier met je camo, hè? Wou je dan? Met je camo, hè? Emu. Eens even kijken. Ja, dit weten we allemaal wel. Oké, continue. Ja. Accept. Even kijken. Customize equipment. Oké, nou, dan gaan we even kijken. Schouwwagen. Ja, equipped. Reflex. Oh, ja, er zit al een reflex uit en een suppressor op. Oké. Maar we gaan weer met dit ding. Want nou ja, I like this one. Even kijken. Nou, gaan we eens even kijken. Nee! Nee, dikke emus! Niet die map! Niet Crash Hard! Niet Crash Hard, alsjeblieft. Nee. Oh my Jezus. Wat? Nou is het een museum Crash Hard heet hij. Oké. Okay. Ik had dus wel gelijk dat het een soort van museumachtig iets was. Goed, wel, ik speel weer tegen de Overclan. Dit is, ja. Virus. Peter en Alexandra Roes of zo. Nou ja, in ieder geval, ik blijf wel gewoon hier. Misschien had het te maken dat ik halverwege joinde. Maar goed, we blijven gewoon en we gaan gewoon maar eens kijken wat het wordt. En ja, we kunnen niet altijd geluk hebben, hè. Ik moet ook maar eens mezelf vermanen. En ik ben wel benieuwd hoe het nou op deze map gaat. Want nou ja, de laatste twee potjes gingen wel goed eigenlijk. Dus ja, eens even kijken. Join eens even, jongens. Huppakee. Schiet nou alsjeblieft op. Ik wil niet in mijn eentje tegen al die lui gaan spelen. Ons team ziet er wel beter uit qua levels, volgens mij. Of zag ik dat verkeerd? Nee, volgens mij zag ik het wel erg goed. Eens even kijken. Goed. Nou, lockdown crash. Het helemaal mee eens. Jump! Ja, dat is nice. Oké, even capturen. Capturen. Zo, die is gecaptured al, volgens mij. Objective health. Oké. That's the shit I do like. Hoor die kut. Wat? Van waar? Die, bitches. Oh my god. Oh nee, oh, dat was wel een episch gevecht. Dat was echt wel een episch gevecht daar. In mijn rug. Nee. Nee, dat vind ik dan zo goedkoop weer, hè. Dat ik er gewoon in mijn rug word. Ja, en dat ook vind ik echt zo goedkoop. Gewoon in mijn rug gewoon. Dat vind ik echt gewoon zo. Ja, hier weer. Gewoon in mijn rug. Mij doodmaken, dat vind ik echt gewoon het grootste nadeel van Crysis 3. Kan ik dat halen? Huur, nee, Sparta, nee, dat kan ik niet. Oké. Okay. Oh nee. Hehehe. Niet weer zo'n fancy smancy rotting. Oh. Hier binnen. Oh, oké. Okay. En we hebben een positie genomen. Niet een goede. Oh, Jezus Christus! Is niet echt een goede positie, wou ik zeggen, maar. Ik zeg die lichtstraal zo en ik had echt zoiets van. Fuck. Dus ja. Dat had ik, hè. Maar we gaan door, we gaan door. We gaan kijken of we alsnog wat gastjes uit hun lijden kunnen verlossen hier. Het enige wat ik hoop is dat ik niet te gebutsext word hier. Want nou ja, daar ben ik niet zo van. Ben ik niet zo. Yeah, dood. Nee, hehe, dood. Just stop, dood. Kutzooi, ik zag hem half. En ik wist niet zo goed waar ik moest schieten. Dus nou ja. Ja, weer Duitsers, hè. Het is Duitsers gewoon, jongen. Het lijkt me gewoon alsof die Duitsers gewoon Crysis 3 bezitten. Nee! Alsof die Duitsers gewoon Crysis 3 bezitten. Ho! Ja, oké, wat dit wordt. Kill. Ha! Mijn eerste. Godsamme! Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten. Oh my god. Oh my god, volgens mij miste hij me ook nog. Hij was gewoon een kill van Jajolo Polocats. Dat was ook kut, maar ach. Je kunt niet altijd geluk hebben in de crisis business. Wat je wel kan, is geluk hebben met dit. Oh! Kreeg hem een kill. Ah, boom. Nee. Weer in mijn rug, hè.
Er zijn gewoon bepaalde spots volgens mij. Oh, dat ding is al open, hè. Maar er zijn volgens mij bepaalde spots hier. Gewoon in iedere crisis map waar je gewoon mensen goedkoop in hun rug neer kunt knallen. Ik denk dat dat ook de reden is waarom heel veel mensen Crysis 3 links hebben laten liggen. Tenminste, dat is mijn mening. Ik vind dat gewoon niet zo moet kunnen. En je kunt wel zeggen, ja, maar dat kun je niet vergelden, maar dat kan wel. Want in Call of Duty word ik zowat nooit geassureerd. Omdat het of ze zeggen gewoon goedkoop. Gewoon de spots waar ze zitten voor die campers. En het lijkt me gewoon alsof er heel veel mensen in de Crysis 3 gewoon campen. Gewoon. En dat vind ik gewoon ja, best wel... Ja, dat is wat ik net ook al zei. Ik vind campen vind ik goedkoop. In Call of Duty nog minder dan hier. Want in Call of Duty daar kun je dan ook zeg maar wat killstreaks halen en zo. Maar wat ik echt gewoon zo goedkoop vind is dat hier gewoon... van zo'n afstand gewoon mensen gewoon in twee schoten gewoon dood hebben. Dat vind ik echt gewoon... Dat ligt aan de game. Tenminste, dat denk ik dat het aan de game ligt. Ja, fuck. Ik had stop moeten doen. Ik druk op V. Veel. Nee, die Duitse! Godsam! Weer die Duitse! Jezus Christus. Hoeveel kills thingy magies? Oh, 2 nog maar. Oh, kut zo. Een assist. Ik ben niet echt rauw omdat ik een assistje heb gekregen. Het zijn punten. Punten zijn punten. Ik wil iemand schreeuwen, dat is niet goed. Als iemand schreeuwt, dan is het niet goed. Gewoon tot zover snap ik Crysis. Haha. In je rug. Nee, ja, maar ik kon het proberen om een kill te krijgen. Wat? Ze waren er wel. Wat? Oh, dat vind ik wel jammer. Ik had gehoopt dat ik een kill zou krijgen. Want nou, iemand heeft mij ook zo gekild een keer. Dus nou ja. Als ik daar gewoon in de buurt kom, dan ga ik het gewoon proberen. Ik ga ze op de grond blijven. Misschien kan ik ze dan... Surprise gay butt sex. Nee. Dude! Geweldig. Die kill loopt ook gewoon weer weg. Hè. Ik denk niet dat er nog iemand anders komt of zo, maar ik heb wel een 60 gekregen. Dus dat is wel mooi. Goed, eens even kijken. Targets in main hall. Oké, wel copy dat. Spartacus. Oké. Dead air, fine by me. Oké. Mooi kill gemaakt hier. Nog een kill gemaakt, dat is mooi. Heel mooi. Ik moet op het hoofd mikken. Ik ben gepromoveerd volgens mij. Ik weet niet. Zo, dog tags of zoiets. Ik weet niet wat dat voor dingen zijn. Ja, volgens mij zijn het dog tags. Dude, je moet op de kerel met een submachine gun met rapid fire letten. Rapid fire maakt de game zoveel beter. Maximum radar. I like. Oh jee. Nee. Fuck jou, Emo. Oké, wel. Oei, jezus. Nee, ja, nee. Dat is dus weer. Helemaal nog steeds maximum radar. Ik denk het. Press 4, oké. Oh, kijk eens aan. Mijn eerste killstreak volgens mij in Crysis 3. Ik weet niet. Ik denk het. Oké, daarboven zetten ze dus. Oké. Dude, dan kom je al helpen. Kom op daarboven. De enemy is crash site. Oké. Is die dood? Volgens mij is die wat, anders leeft hij die kerel niet meer. Ja, die is dood. Oké. Even de wall scalen. Oké, jump. Air stomp. Dit is geen damage wat je ziet, maar dat is gewoon foil. Even kijken, het zal wel droog zijn dat je er zoiets damage krijgt. Ik was eigenlijk een beetje stil ervan. Ik ben niet echt stil van omdat ik naar. Nou, ik ga goed hè. Heb ik geen. Nee, ik heb geen granaat meer. Kut. Geen granaat. Kom hier. Daar, joh, son of a. Daar is een assist. Zijn we 11 punten erbij. En dan kreeg ik ook meer punten van volgens mij. Daar is weer een assist, dat is ook mooi. Oh,
Ik kan op zijn minst helpen met mijn handgun, ik bedoel. Oh mijn god, een granaat in mijn bakkes. Hoeveel kills heb ik? 6 kills! Wauw. Ik begin echt redelijk in Crysis 3 te worden. Nu begin ik het leuk te vinden. Nu kunnen jullie ervan uitgaan dat er echt gewoon bakken met Crysis 3 al aangekomen. Omdat ik, nou ja, ik word goed in de game. Kijk, ik heb een assist weer. Holy shit. Huh. Volgens mij is ze in onze rug. Ik weet niet. Het is volgens mij een wat langere aflevering. Ik weet het niet. Maar sorry, nou, dan is dat geluk voor jullie. Eens even kijken. En dan moet ik gewoon mijn best doen om dan 3 video's die dag online te krijgen. Kijk, en dit is gewoon handig. Als er gewoon iemand als er gewoon iemand... daar staat met een of ander raar... nou ja. Wauw, 5 punten met een assist. Wauw, van die afstand vind ik wel zo goed. Maar, iemand staat bijvoorbeeld met een... Nou ja, hoe noem je dat? Zo'n camo ding, zeg maar. Dan kun je altijd die mensen nog uitschakelen. En dat is wel heel handig. En omdat ik te veel lul, daar let ik niet op. En ik word doodgemaakt met zo'n gun. Dat is goedkoop. Anders had ik die kerel wel doodgaan, denk ik. Maar ja, het is support. Het is support. Dus even kijken, staan wij voor of niet? Nee, ik weet niet of wij voor staan. Ik weet niet wat ik daar kan zien. Maar ja, volgens mij staan wij binnen. Ik weet niet. I don't know. Wauw, wat een noob was dat, hè. We hebben gewonnen, volgens mij. Victory! Yeah, baby! Eens even kijken. Nou, dit is in ieder geval heel erg mooi. Ik heb wat 7, 8 kills gemaakt. Zo, 7 kills. Maar 12 dood. Dat is redelijk voor mij doen. Het is nog steeds niet pro. Ik ben ook niet laatste geworden. 5e van de 8. Dus ja, eens even kijken. Kijk, dit was wel een leuke kill, vond ik zelf. Even kijken. Ik ben benieuwd hoe die granaatkill was. Dit vond ik echt ook wel een goede kill. En dit vond ik ook wel... ja, wel mooi. Dit volgde ik niet helemaal. En wel, dat was het volgens mij wel, denk ik. Met de kills en zo. Eens even kijken. Kom maar met de experience. De MK60 mod. Oké, dan. Dat is 50 experience. Dat is 1000 experience. Ik moet nog 1600 XP dan. Dat is awards. Kijk, don't panic. Ik heb Covenant Fire en most kills. Oké. Wel, jongens. Ik denk dat wij het hierbij gaan laten als ik even lief. Oké. Maar goed, jongens. In ieder geval, bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga jullie vragen om even op het groene duimpje te rammen. Omdat ik nou beter begin te worden in de Crysis 3. En dat ik gewoon hoop dat we support kunnen krijgen met deze serie. Dat dit een hit wordt op Shadow Games. Dus ja, vertel het aan je vrienden, familie, weet ik veel. Klasgenoten dat er een Crysis 3 serie in het Nederlands aan de gang is. Met een Road to Commander. Ding erin of zo. Maar in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer nog even. En volg me even op Twitter, @shadowgames23. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.